En wat dacht je van dit? Je kunt zelfs muziek maken in je Atto 3. Xpeng, NIO, Honky. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want er zijn geloof ik bijna 20 nieuwe automerken bijgekomen de laatste tijd. En dit is er weer eentje. BYD. Build Your Dreams. Ja, hè, dat is dan wel weer een tot de verbeelding sprekende naam wat mij betreft. Een auto die in Nederland geïmporteerd en gevoerd gaat worden door de Lauman Groep. Bekend natuurlijk van Toyota en van Lexus. Dus ja, dat is wat mij betreft gelijk ook alweer een pre, want een vertrouwde partij. Wat bieden ze dan? Nou, ze komen dit jaar nog met 3 modellen. De Tang, een grote 7-zitter, een beetje E-segment SUV. En een hele grote sedan, die heet de Han. Echt een zakenauto om te zien. Maar de belangrijkste is deze C-segment SUV, de Atto 3. Wat die gaat kosten weten we nog niet. Dat die dit jaar op de markt komt is wel zeker. Wat hebben we dan? Dit is een auto die moet gaan concurreren met auto's als een Kia Niro EV en tal van andere auto's in dit segment. Felbevochten segment. Een segment waar ook de prijs moet kloppen. Hopelijk gaat hij dat doen voor BYD en voor Lauman. Want het is wel een kans hebben om grote aantallen te halen. Het is een auto die qua formaat en vormgeving wel deugt en binnen de segment eisen past. Het is een auto met een niet al te uitgesproken design, ondanks het feit dat ze ons willen doen geloven dat hier een soort drakenneus te zien zou zijn. Ik zie het niet. Het is gewoon eigenlijk een auto die een hele algemene, bijna universele uitstraling heeft. Je ziet achter van die achterlichten die doorlopen over de volle breedte en voor een neus met niet al te wilde vormen. Hij heeft een 60 kWh accupakket, is in China ook nog met een kleiner accupakket te krijgen, maar dat komt hier niet. Hij komt er geloof ik in 2 uitvoeringen. En ze willen BYD en deze Atto 3 in de markt zetten als een auto die veel value for money biedt, maar ook echt veel kwaliteit. Ja, hier aan boord zie je toch echt wel dat dit de allerlaatste BYD is qua design. Ja, hoop geluidjes en opstarttoestanden, maar dat is normaal. Volledig digitaal dashboard, grappige design details. Sorry, try me again. Last time, try something like scan stations or set the ambient lights to purple. En uiteraard een voice control die behoorlijk actief is. En als je ook maar iets aanraakt, moet je daarmee communiceren. Grappige design details zoals deze deurgreep die dan zo functioneert. En wat dacht je van dit? Je kunt zelfs muziek maken in je Atto 3. Of dat ook vervolgens spontaan gebeurt als je de bassen wat sterker zet, ik weet het niet. Wel grappig, het ziet er leuk en speels uit. Zoals gezegd, de laatste designstijl van BYD met onder andere vegan leather. Dat is natuurlijk ook een ding. Echt leer is steeds minder welkom in milieuvriendelijke auto's. Ik zit er goed in. Volledig digitaal dashboard, leuke uitstroomopeningen. En een selectiepook voor de automaat. Allemaal niks geks. Zitpositie is oké. Als je achter jezelf gaat zitten, dan zul je ook zien. Het zijn portieren die vrij diep doorlopen. Dus die instap is makkelijk. En je ziet hier dat je ook met 1,90 meter voldoende beenruimte hebt en voldoende hoofdruimte. Dus dat is gewoon goed gedaan. Ziet er allemaal fris uit. Afwerking ziet er ook overtuigend uit. Dus op het interieurvlak met voldoende bergvakken, et cetera, scoort deze Atto 3 zeker een voldoende. Nou, om er een allrounder van te maken heb je natuurlijk ook een
goede bagageruimte nodig. Nou, dat is gelukt. Hij heeft iets van dik 400 liter inhoud. Die bodem is op twee hoogtes in te stellen. Werkt ook, hebben we ook gezien bij diverse andere concurrenten. Dus helemaal goed. In ongelijke delen neerklapbare achterbank op dezelfde vlakte. Dus prima. Er komt nog een versie gewoon met de elektrische achterklep. En hier zie je de hele tekst uitgeschreven. Build your dreams. Atto 3. Ja, wat onderscheidt BYD dan van al die andere merken? Nou, onder andere de batterijtechnologie. En dan moet je weten dat BYD al, geloof ik, 27 jaar bezig is met name batterijproductie en ontwikkeling. Ze zijn volgens mij de op één na grootste batterijfabrikant ter wereld. Die Blade-technologie die levert een compactere, maar even sterke en even efficiënte batterijen op als de bekende technieken die we zien. Alleen hij heeft minder zeldzame grondstoffen als nikkel en kobalt nodig. Voor de rest, als je kijkt naar deze Atto 3, is het ook een redelijk simpel recept. Want hij is altijd voorwiel aangedreven en hij heeft dus die ene batterijmaat 60 kWh. Ja, rijden dan in de belangrijkste auto voor de Nederlandse markt, deze Atto 3. Hopelijk betaalbaar, dat gaan we nog ontdekken. Maar in ieder geval een auto met segmentconforme prestaties, zou je kunnen zeggen. Hij gaat in 7,3 seconden naar de 100. Hij heeft een 60 kWh accupakket. Nou, van die Blade Battery, daar gaan we het straks nog over hebben. Een redelijk speciale technologie van BYD. Een merk wat, dus zoals ik al zei, eerder begon als batterijfabrikant. Actieradius dus van ongeveer 420 kilometer WLTP is redelijk. Ja, en verder eigenlijk alles wat je mag verwachten van deze C-segment SUV's. Het grappige is wel dat deze Atto 3 de meest actuele, dus de laatste BYD is. Met toch wel duidelijk een wat grappiger designstijl dan de andere auto's. Die Han en die Tang, die zijn toch iets conventioneler. Deze auto... Nou, dit was dus de spraakbesturing. Ongewild heb ik kennelijk een toets ingedrukt. En uiteraard, en dat is ook eerder vertoond, heb je dat soort dingen natuurlijk in deze auto's. Ja, rijden doet hij eigenlijk zoals je mag verwachten. Uiteraard stil, voldoende snel. Besturing geeft voldoende informatie, is precies genoeg. Maar ja, het is niet een sportieve auto, hoeft ook niet. Als je kijkt naar de functionaliteit in die cabine, dan zie je voldoende opbergvakken en eigenlijk ook wel voldoende fysieke knoppen. Niet alle materialen zijn even mooi en goed afgewerkt, maar grosso modo echt wel een knappe auto en een moderne auto. Leuke gimmicks zoals die roterende display die je met een druk op de knop van landscape naar portretfunctie kunt laten roteren. Ja, grappige gimmick. Deze auto heeft dus 60 kWh accucapaciteit. Dat is ook de enige accucapaciteit en de enige uitvoering die we hier in Nederland krijgen. We krijgen geloof ik twee uitvoeringslevels. Prijzen zijn nog niet bekend. Ja, als hij een beetje concurrerend in de markt wordt gezet, is dit ook weer een aardige speler. Het gaat heel erg afhangen van hoe dit merk zich weet te positioneren tussen al die nieuwkomers. Er zijn geloof ik meer dan 20 nieuwe merken dit jaar bijgekomen. Dus ja, het is een druk en felbevochten segment. Ja, de conclusie dan. Wat onderscheidt Build Your Dreams of BYD van al die andere Chinese nieuwkomers? Nou, toch wel een aantal sterke punten wat mij betreft. Alleen al het feit dat de Lauman Groep, bekend als betrouwbare Toyota en Lexus importeur, zich hier aan dit merk committeert. Ja, dat doet al iets. Je zag het bij Polestar. Als je aan mensen vertelt dat Polestar ook Volvo is en hetzelfde geldt voor Link & Co.
ja, dan helpt dat toch. Want als Europeaan ken je dit Chinese BYD niet. Dus je moet daar een verhaal bij hebben. Nu hebben we er een goed verhaal mee, waarbij verteld kan worden dat zo'n grote importeursorganisatie achter dit merk staat. Ze gaan overigens niet bij alle Toyota dealers staan, dat is out of the question natuurlijk. Het moet een eigen merk zijn en ze beginnen met één vestiging in Amsterdam en daar komen mogelijk nog meerdere vestigingen bij. Ja, dan is het natuurlijk cruciaal, dus voor elke auto, maar zeker in dit felbevochten segment, of die auto ook concurrerend geprijsd gaat worden. Er zit voldoende uitrusting aan boord. Zijn specificaties, die 420 km actieradius en het 60 kWh accupakket, zijn op zich redelijk te noemen. Dus als die prijs ook klopt, zou deze BYD Atto 3 zeker een goede speler in dit segment kunnen zijn.